Ja, we staan terug bij de keuring. Ik weet dat ik al mijn sticker heb. Maar we moeten nog... Dat is een sticker voor lichte vracht. Ik moet nog opnieuw laten keuren als camper. Dat is een harde norm, maar goed. Alles is achterin ook. Op zijn plaats. Er zitten drie man voor mij. Twee man nu. Er is juist iemand weggereden. Ik vraag me niet waarom. Ja, die gaat daarnaast gaan staan. Oké, okay, we zijn terug van de keuring. Maar het is niet gekeurd. Het is wel gekeurd, maar het is er niet door. Dus we zijn er nog niet. We zijn eigenlijk nog niet rond, daar komt het op neer. Ik ben aan de andere kant. Ik ga even naar de post ondertussen. Oké, dus op dit moment is de enige conclusie dat we er nog niet zijn. Dus ik ben naar de keuring geweest. Ik zal een keer dat alles gekeurd is, een keer dat het ook echt een mobilhome is, zal ik nog wel een overzichtsvideo maken waarin dat ik dan laat weten wat de verschillende stappen zijn. Eigenlijk. Maar nu zaten we dus in het stadium waarbij dat we via de constructeur een nieuw COC hebben ontvangen. Dus COC is een gelijkvormigheidsattest, dat is dat wit blad papier met alle gegevens van de... Van het voertuig, dat zit bij brommers, motorfietsen, auto's, noem maar op. En daar staat onder andere in wat de, welke motor dat erin zit, hoeveel zitplaatsen, heel belangrijk, wat gewicht is, wat maximaal toelaatbaar gewicht is, enzovoort. Al dat soort gegevens staan daarin. En dat heb je nodig om, om dat voertuig, dat is eigenlijk een gelijkvormigheidsattest, zoals dat de naam zegt. Dus een attest waarin dat staat dat dat geschikt is voor de weg. Nu, als je natuurlijk zitplaatsen bijmaakt... Dan vervalt dat gelijkvormigheidsattest. Want deze bijvoorbeeld, de standaard versie, de versie die ik had, had twee, dus een bestuurder en twee passagiers. En ik heb daar drie passagiersplaatsen bijgemaakt. Of laten bijmaken, beter, want ik heb dat niet zelf gedaan. Dus dat betekent dat ik een nieuw gelijkvormigheidsattest nodig had. En dat nieuw gelijkvormigheidsattest is via de homologatiedienst in Brussel is dat aangevraagd. Dus dat is een heel dossier. Dat dossier zelf, daar ken ik niet al details van, omdat ik het niet zelf opgesteld heb. En ik heb het eigenlijk, dossier zelf heb ik ook niet gezien, maar daar moeten foto's in zitten enzovoort. Later daar nog wat meer info rond. Maar dus dat stuurt op naar Brussel, naar de homologatiedienst. En die gaan dan alles nakijken. En tussen de 2 tot 4 weken later krijg je dan een nieuw homologatie... plat eigenlijk, een nieuw COC. En dat heb ik. En daarmee moet ik terug naar de keuring. Dat heb ik vandaag gedaan en ik dacht dat dat de laatste stap was, dat ik daar nu gewoon opnieuw gekeurd ging worden. Nu, die keuring, dus normaal gezien, de standaardprocedure bij die keuring is dat je rijdt voor en nog voordat het gebouw binnenkomt, gaan ze eigenlijk je papieren vragen. Ze zijn meestal met 2 per deur en dan vragen ze nog voordat je binnenkomt je papieren. En dan gaan ze eigenlijk onder de motorkap chassisnummer gaan controleren en dergelijke meer. Dat soort dingen en hun papieren aan kijken. Terwijl je nog aan het aanschuiven bent in de rij. En dan een keer dat je binnen bent in het gebouw, krijg je zo die controle van de vering, van de lichten. En op het laatste komt op de brug. Normaal gaat dat vrij vlot. Als ik als lichte vracht ging, ging dat altijd vrij vlot. De ene keer kijken ze wel binnen, de andere keer kijken ze niet binnen. Het hangt allemaal een beetje vanaf. Volgens waar dan ze wel of geen zin in hebben natuurlijk die dag, de controleurs. Maar vandaag had ik al een snotje dat dat niet zo vlot ging gaan. Ze namen mijn papieren en dus normaal zijn ze met 2 per lijn. Ze waren al met 4 op die papieren. Alleen op die papieren waren ze al met 4 aan het kijken. En ondertussen stond ik gewoon te wachten en dan heeft iemand overgenomen en die vroeg, het eerst dat hij vroeg was van ja, hebben ze uw papieren al? Ik zeg ja, ze zijn bezig met de papieren. Dan hebben ze de lichten gecontroleerd enzovoort. De vering, dan zijn ze op de brug gereden. Ondertussen, er waren eigenlijk, als ik toekwam, waren er maar 2 mensen voor mij. Een keer dat ik op die brug stond, waren er al een stuk of 6, 7 mensen achter mij aan het aanschuiven, aan het wachten totdat ik door kon gaan. En, maar ik moest hem laten staan op de brug. Er was gewoon niemand in de put, er was niemand aan het kijken.
Ze waren nog altijd met die papieren bezig. En dan, dus dat zag er niet zo goed uit. En dan na een tijdje kwam er uiteindelijk iemand naar mij, de persoon die mij eerst had geholpen. En ik had die al van de een aan de andere zien lopen om vragen te stellen waarschijnlijk. Maar dan uiteindelijk kwamen ze toch terug bij mij met mijn papieren. En dan zeiden ze, ja, oké, hiermee kunnen we niet door de keuring laten. Kort samengevat. Want je hebt wel een nieuw COC, maar daar staan dan 6 zitplaatsen op. Dat komt niet overeen met uw roze blad. Dus uw inschrijvingspapier. Dus we gaan nu een nieuwe aanvraag tot inschrijving opstellen. Met die nieuwe aanvraag moet je dan naar de DVV of naar de verzekering. En dan moet je terug opnieuw naar de keuring. Dus ik ga een derde keer naar de keuring moeten. Ze hebben mij wel verder gekeurd. Allee, ze hebben gewogen enzovoort. Dat doen ze niet bij de lichte vrachtwagen. Nu hebben ze mij wel ook gewogen. Of ze wegen niet altijd. Ze wegen soms, maar ook niet altijd. We zijn gewoon één klein stapje verder. Nu ga ik dus naar de verzekering met mijn nieuwe aanvraag doorsturen. Dan kunnen ze mij, als het goed is, naar de DIV, de nieuwe papieren aanvragen. Die nieuwe papieren moeten dan in de bus binnenkomen. En dan moet ik terug naar de keuring. Hopelijk is dat de laatste keer. Allee, de laatste keer voor het gekeurd krijgen van de camper. Maar ik hou jullie op de hoogte. En er is heel veel verkeerde informatie online rond wat hij wel en niet zelf mocht doen, wat dat de procedure is enzovoort. Dus er is heel veel onduidelijkheid rond. Ik ga sowieso een mooi overzichtje maken ook. Maar dat komt pas een keer dat alles ook effectief gekeurd is. Nu ben ik nog altijd niet gekeurd, daar komt het op neer eigenlijk. Bij de keuring gaan ze in elk geval goed op verdiend hebben ondertussen. Het is op kleine 2 maanden tijd ga ik dan 3 keer naar de keuring. Dat is al een keer rond de 50 euro. Dus die gaan content zijn.